Welkom bij een nieuwe aflevering van iTrain instructievideo's. In deze aflevering gaan we wissels instellen. Eerst openen we de schakelbord editor en dubbelklikken we op het eerste wissel. We geven het wissel een unieke naam en vullen een eventuele omschrijving in. Bij type kunnen we het type wissel veranderen, maar dit doen we niet, aangezien we al het juiste wissel hebben ingetekend. Bij begintoestand kunnen we instellen wat de voorkeursstand van het wissel is. Aangezien deze wissel in onze hoofdbaan zit, laten we deze oprecht doorstaan. Bij interface staat onze eerste interface geselecteerd. Als we over meerdere interfaces op onze baan beschikken, kunnen we hier kiezen op welke interface onze wissels zijn aangesloten. Protocol en schakeltijd laten we ongewijzigd. Deze worden bij de instellingen van onze interface ingesteld. Meer informatie daarover krijg je in onze video over interface-instellingen. Achter gebruik kunnen we selecteren hoeveel adressen deze wissel gebruikt. Standaard is dit 1, maar laten we dit op enkel staan. Achter adres vullen we nu adres 1 in. Bij het tabblad toestandstoewijzing stellen we per wisselstand in welke adressen er geschakeld moeten worden. Elk adres heeft 2 uitgangen. Deze worden aangegeven met rood en groen. Dit komt van de kleurcodering van een tweetal grote modelspoormerken en betekent feitelijk uitgang 1 en 2 van een adres op de decoder. In het tabblad Toestandsterugmelding kunnen we eventuele terugmelders instellen die de stand van het wissel aangeven, zodat iTrain weet dat de wisseltongen ook daadwerkelijk zijn omgegaan. Dit is een geavanceerde optie die niet vaak wordt gebruikt. Voor de wissels in onze baan is het 23 centimeter voor beide standen. Relay kunnen we gebruiken om een hard stuk om te polen of voor het voeden van het wissel door een dynamo blokkaart. Achter toestandsvertraging in het tabblad opties kunnen we aangeven hoe lang het wissel er extra over doet na de standaard schakeltijd om van de ene naar de andere stand te schakelen. Dit zorgt ervoor dat iTrain het wissel pas gaat bereiden nadat deze volledig is omgeschakeld. Dit is van toepassing bij een servo en kan soms wel 2 seconden duren. In dat geval vullen we hier 2000 milliseconden in. Voor spoelaandrijvingen laten we dit gewoon op 0 milliseconden staan. We kunnen een bezetmelder opgeven om aan te geven dat er iets op het wissel staat. Voor specifieke wisseltypes is het mogelijk een tweede bezetmelder op te geven. De precieze werking van bezetmelders gaan we in een volgende video over bezetmelding behandelen. Bij snelheid kunnen we kiezen uit 3 opties. Standaard, dan wordt rechtdoor bereden zonder snelheid te minderen. Als het wissel afslaat, wordt er eerst afgerend naar een lagere snelheid. Bij snel worden beide wisselstanden bereden zonder snelheid te minderen. Bij langzaam wordt voor beide wisselstanden afgerend naar een lagere snelheid. Als we een zelf terugverend wissel hebben dat niet op een decoder is aangesloten, dan kiezen we hiervoor handwissel. Dit komt vaak voor in keerlussen of als uitrijwissel in een schaduwstation, waar de wissels automatisch terugveren naar de beginstand. Toestandsterugmelding in het tabblad opties kan gebruikt worden als een wissel wel directe toestandsterugmelding heeft in de decoder, maar er geen externe terugmelders zijn opgegeven. iTrain zal dan de nieuwe toestand van het wissel pas tonen als deze door de interface wordt doorgegeven. Altijd terug naar de begintoestand na vrijgave zorgt ervoor dat als de reservering van het wissel wordt vrijgegeven, deze terugschakelt naar de begintoestand. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een afslaande wissel in de hoofdbaan. Dubbel adres is voor overloopwissels die gelijktijdig schakelen met hetzelfde adres. Daarnaast voorkomt het een foutmelding in de diagnose als 2 wissels hetzelfde adres hebben. Een voorbeeld van overloopwissels zijn onze wissels 1 en 2. In het volgende tabblad, configuratie, kunnen we eventueel CV-waardes ingeven voor het programmeren van wisseldecoders. Dit behandelen we in een video over programmeren.
Bij commentaar kunnen we eventueel opmerkingen plaatsen over deze wissel. Als we klaar zijn, klikken we op OK. Deze stappen doen we ook bij de andere enkelvoudige wissels. Het volgende is onze Engelse wissel. Deze vervangt als het ware twee wissels achter elkaar. Deze geven een dubbele naam. Daarnaast twee adressen. We selecteren hier dubbel voor vier interne toestanden. Als het Engelse wissel maar één adres heeft, blijven er wel vier interne toestanden in iTrain. In ons voorbeeld worden de adressen 4 en 5. Alle lengtes van het wissel zijn 23 centimeter. We klikken op OK. Als laatste nog het wissel naar ons opstelspoor. We klikken op Toepassen en op Bewaar. Als we op OK klikken, zien we nu dat onze wissels standen hebben gekregen. Door te klikken kunnen we de stand van de wissels veranderen. Het Engelse wissel heeft in iTrain altijd vier toestanden. Door te klikken op het wissel kunnen we alle toestanden doorlopen. Omdat we rechtdoor en niet diagonaal als begintoestand willen, klikken we met de rechtermuisknop op het wissel, kiezen voor eigenschappen en selecteren we bij begintoestand BD. We klikken op OK en vervolgens bewaar om de wijzigingen op te slaan. In de volgende video bespreken we de terugmelders. Graag tot de volgende keer!